Gordon wordt geconfronteerd met juridische stappen van zijn ex-verloofde Gavin Rosario, nadat Gordon in een interview met Bo van Erve Doris een familietrauma van Gavin onthulde. Het schijnt dat de twee een overeenkomst hadden om geen verdere uitspraken over elkaar te doen in de media, maar Gordon doorbrak deze overeenkomst met zijn onthullingen in het televisieprogramma. De zaak kwam ter sprake tijdens een uitzending van Tijd voor Max, waarin presentatrice Martine van Os opmerkte dat er een vervelend stuk in de Telegraaf stond over de mogelijke rechtszaak. Gordon reageerde alsof hij hier niets van af wist, maar showkenner Bart Ettekoven en collega Patty Brat betwijfelen zijn oprechtheid. Ettekoven stelt dat het onwaarschijnlijk is dat Gordon het artikel niet heeft gelezen, gezien zijn bekendheid met het nieuws over hemzelf. Patty Brat benadrukt dat er een overeenkomst was tussen de partijen om elkaar niet verder aan te vallen in de media, maar Gordon heeft zich hier volgens haar niet aan gehouden. Ze deelt ook dat Gavin naar verluid een zaak aanspant waarin hij om 25.000 euro vraagt en streeft naar erkenning van het feit dat hij niet wil dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt. De rechtszaak zou gepland staan voor 29 februari in Nederland. Het lijkt erop dat Gavin vastbesloten is om juridische stappen te ondernemen om zijn standpunt en wensen af te dwingen, met als doel de erkenning dat verdere beschadigende uitspraken in de toekomst moeten worden vermeden.